En naar de politie, want die vreest voor het dumpen van drugsafval. Ja, met het festivalseizoen voor de deur zegt de politie bang te zijn voor het dumpen van meer drugsafval. Zo wordt er ecstasy en speed geproduceerd en het afval wordt in natuurgebieden gedumpt. Dat schrijft het AD deze ochtend. Het afgelopen jaar moest ruim 200 keer worden uitgerukt om van die lekkende zoutzuurvaten op te ruimen. Met alle gevolgen van die natuurlijk voor de natuur, want de troep vergiftigt de grond en het oppervlaktewater. En vooral in Oost-Nederland zien we een flinke toename van 25 dumpingen naar 44. En dat gaat dan alleen al om afval van ecstasy en speed. Dan hebben we dus heroïne en cocaïne nog niet meegenomen. En de krant deed navraag bij de politie naar aanleiding van deze sarcastische tweet van boswachter Erik de Jong voor dit weekend. Lieve ecstasy-gebruikers, het is 4:10. En vanaf 6:00 hebben we gewerkt om het afval van jullie pilletjes op te ruimen. Het is gelukt. Het kost het Brabantse landschap alleen wel tienduizenden euro's en een stuk bos. Maar jullie kunnen in ieder geval weer lekker festivallen. Nou, in de krant zegt de Jong dan ook dat hij vindt dat festivalgebruikers zich meer bewust moeten zijn van de wereld achter het pilletje. En zo zegt hij, het gaat vaak om hoogopgeleide mensen die ecstasy-pillen gebruiken. Die door de week misschien wel GroenLinks-flyers door de bus doen. Maar zich dus niet realiseren dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de schade aan het milieu. Ja, meneer Segers, ik zie u instemmend knikken. Is het inderdaad, heeft het te maken met het bewustzijn van de gebruiker in dit geval? Zeker. En straffen van de daders. Dus eigenlijk moet je de schade verhalen op de daders. En wat het regeerakkoord heeft gedaan, is gezegd, er moet een fonds instellen. Dus je moet eigenlijk het geld afpakken van die producenten, stoppen in een fonds en daarmee die boeren compenseren en het Brabants landschap. Ja, precies, want die zijn degene die nu opdrijven de kosten van de vervuiling. Als je dat ziet, Albert, zoveel dubbel. Ja, echt waar? Ja, ik woon ook in Brabant. Nee, maar dat is het ook regelmatig wordt het gevonden, die troep. Is echt een puinhoop. En het ook komt op heel veel plekken komt het voor. En ik blijf het inderdaad raar vinden dat mensen aan de ene kant heel maatschappelijk bewust zijn, die pillen slikken en doen en denken, de wereld zoekt me uit even. Daar zit iets tegenstrijdigs in, eerlijk gezegd. Wat hoe noemde korpschef Akerboom nou yoga-snuivers die zich bewust moeten worden van hun bijdrage. Zen. Ja, precies, maar ondertussen, goed.